Hey, goedemiddag en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Middag, Mandy. Ja, middag. Het is al 3:15. Ik heb Jordi ook al opgehaald. Sam en Liam zijn vandaag naar school geweest. Daar zit Liam, die denkt dat binnen ook de zon schijnt. Ik ben eigenlijk vandaag een relaxdag aan het houden. Ik lig eigenlijk de hele dag op de bank. Moet ook een keer gebeuren. Ik ben gewoon moe. Mijn lichaam is moe. Dus ik had straks de jongens naar school gebracht. En ik ben even naar de winkel geweest. Ben thuisgekomen, boodschapjes opgeruimd. En ik ben op de bank gaan liggen. Heerlijk. Heerlijk. Dus ja, dat. Voor de rest loopt het zoals het loopt. Veel te warm om je eigen druk te maken. Dus dat ga ik ook niet doen. En hoe de dag verder loopt, ik weet het niet. Ik weet alleen dat ik vanavond even lekker voor mezelf iets ga doen. Deze 10 nageltjes. En we eten maaltijdsalade en de kinderen eten poffertjes. Ik ga niet moeilijk doen. Dus hier is even naar de Horenbach. En dan denk je, dus naar de Horenbach, wat gaat hij doen dan? Nou, hij gaat niet verder nou met de zolder. Nee, want we hebben dat zwembad staan. Natuurlijk. Ik zal het even laten zien. Zwembad. Liam die verzint van alles om erin te komen. Dus Niels gaat een hekje halen. En, zodat er een hek omheen komt. En zodat Liam er dus niet in komt. Het is niet alleen Liam hoor, het is ook Sam. Dus ja, het moet veilig blijven. Vandaar dat we deze keuze maken. En vandaar dat we... Hè, dus dat is Niels aan het doen. Ik ga hier even opruimen. En zo dadelijk gaan de kinderen een keer naar bed. Niels heeft Liam ook mee. Want Liam wil continu naar buiten. En mama wordt een beetje koekoek van hem. Dat. Ja. Moet ook kunnen. Maar dat is niet erg. Het is geen ramp. Het is niet zeg maar dat ik zeg van... Maar ik zeg tegen Niels, ik zeg neem hem alsjeblieft mee. Ik zeg, dit gaat dadelijk verkeerd. Ik zeg, ik wil je opruimen. Ik zeg, en het kind wil buiten klooien en doen. Ik zeg, en dan sta ik hier met mijn goede gedrag. Dus dat. Ondertussen ben ik er ook achter dat ik een heel eind de boel zo in een knot kan doen. Ben ik ook wel blij mee. Ik moet wel weer een keer naar de kapper voor de puntjes te laten knippen. Maar dat hoeft nu nog niet. Dus dat. We gaan zien hoe het allemaal loopt. Ik denk wel dat dit het laatste is wat ik vandaag film. Want ik heb echt zo'n dag dat ik rust wil. Niks moet. Alles mag. En daar hou ik mezelf vandaag aan. Goedemorgen. En ja, ik voel mij zoals ik eruit zie. Niels die heeft vanochtend Liam kennis laten maken met wat hij heeft gefabriceerd. En dat gaan jullie nu even zien. Wil je buiten spelen? Hé, hey, Liam. Hey. Hi, Joppa. Afhagen. Ga eens bij het zwembad kijken. Als goed kan hij er nou niet meer overheen, want als hij er overheen gaat, dan denk ik dat hij geen kindjes meer kan maken in de toekomst, in de verre toekomst, hoop ik, hè. In een hele verre toekomst. Maar goed, dat. Ik heb hier de hele ochtend al een krijser. Het is pas 8:30. En dan dit kind, die is niet goed bij zo. Dan hebben we daar nog een kind zitten, die zit lekker bomba te kijken. Gewoon lekker zijn ding te doen. Dus ja, dat is mijn ochtend. Nee, je gaat niet vervelen.
Sam is nou net rustig. Laat Sam met rust. Nee. 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 Nee, je gaat niet jatten. Ja, hij zit hier al van, oh, hij gaat iets pakken. Denk je niet, Piet? Nee. Laat Sam met rust. Dit hoor ik dus al de hele tijd. Ik heb hem hier neergezet. Ik laat hem gewoon even tegen jullie lullen. Alsjeblieft. Ben je nou je tong verloren? Dan heeft hij niks te vertellen. Nee. Je gaat niet steeds bij Sam van alles wegkapen. Stop er nou eens mee. Ben je zo verdrietig? Ik denk dat ik nog maar even verplicht ben om te blijven zitten. Nou, dat is een straf. Inmiddels zijn we alweer een paar uren verder. Het was zo dat Niels en de jongens die moesten om 3 uur bij de kapper zijn. Dus Niels thuis gekomen, ik heb gauw eten gemaakt en lunch, tosti, wat je wil, heb ik gemaakt. En daarna zijn ze naar de kapper gegaan. En dit is Jordi geworden. Die viel lekker een kortje kop. En als je daar lekker gaat tekenen, dan wil je natuurlijk ook ergens op zitten. Lekker. Waar kun je en het best dit op gaan zitten? Is helemaal dicht aan het groeien. Dus hij is weer lekker in zijn vel, denk ik. En Sam die ging helemaal uit zijn plaat, want Sam die houdt niet van de kapper. Dus die ging helemaal over de zeik. Nou ja, dat kan. Maar dit is dus Sammy. Ja, vond je niet leuk bij de kapper, hè? Nee. Liam. Liam. En dat ben jij. En Liam vindt het totaal niet tof dat papa een hek heeft gemaakt. Hij is heel boos erover. Hij heeft ook al geprobeerd om de paal weer uit te graven. En natuurlijk willen jullie dan ook Niels zien. Ta-ta-ta-ta-ta. Ook weer lekker kortkoppie. Dus dat. Nou gaat Jordi heel even drinken. Ik ga zo dadelijk aan het avondeten beginnen. Maar eerst ga ik even wat dingetjes opruimen. De kindjes hebben gegeten. Ik en Niels gaan nu eten. Ik heb maaltijdsalade gemaakt met kippetjes. En wat aardappel van de kindjes wat over is. Dus dat. Maaltijdsalade is gewoon heel simpel. Je pleurt gewoon wat in een bak. Met wat fly. En je doet er maar in wat je lekker vindt. En gewoon lekker veel. Oh, trouwens. Ik heb de dressing. Heb ik een honingmosterdsaus gemaakt. Ook super lekker. Is gewoon heel simpel. Je doet mosterd. Een beetje azijn. Honing, een beetje peper, goed mengen en je bent al klaar. Hoeveel van alles? Dat weet ik niet. Zelf verzinnen. Hey, goedenavond. Het is alweer even geleden dat ik gevlogd heb. We zijn bezig geweest met de kinderen. Jordi is wakker nog steeds. Die heeft buikpijn. Niet nog steeds. Oh, die heeft geslapen en die is nu pas weer wakker. Ja. Die is in ieder geval even weer wakker. We hebben de boel hier weer omgezet. Want Jordi blokkeert namelijk als ik met hem langs de bank op moest. Dus we hebben het anders weer gezet. Ik zal morgen wel ergens laten zien. Ik heb voor nu wat lekkere dingetjes. En wij gaan eventjes tv kijken. En kijken hoe het met Jordi gaat. Een hele goede morgen.
vannacht hadden we twee kindjes wakker. Ik ga ervan uit dat deze vent, de kleinste vent, heeft wakker gemaakt. Jordi is ook even wakker geweest. Sam, laat je broer met rust. En Jordi is ook nog even wakker geweest. Die is ook niet helemaal top. Maar ik denk, want hij heeft koorts. Ik denk dat er een griepje in mijn huishouden zit. Ja, dat kan. Maar Niels die is vannacht met de twee jongsten opgestaan. Dus die heeft echt bijna niet geslapen. Dus we gaan zien hoe de dag loopt. Ik heb ontbijt gemaakt. Liam is in slaap gevallen. Die krijgt straks wanneer die wakker is. Niels is Jordi eten aan het geven en zijn eigen eten aan het eten. En Sam heeft daar zijn eten. En ik heb hier mijn eten. Dus ja, dat moet ook een keer anders kunnen, toch? Nou, ik ben even naar de intratuin geweest voor een paar plantjes. Daar moet ik straks even mee gaan klooien. Jordi is nu helemaal lekker. Hij heeft echt veel last van zijn buik. Dus ja. Yeah. Hij heeft nog steeds koorts. Maar we gaan hem wel gewoon lekker buiten laten spelen als hij dat wil. Niels heeft ook het zwembadje opgezet. Zodat hij gewoon kan lekker kan spelen als hij dat wil. We laten gewoon hem een beetje uitzoeken in wat hij wil. Ik ben ook al naar de winkel geweest. En er waren een aantal waaiers kapot gegaan. Die heb ik even nieuw gekocht. Dus dat heb ik ook even geregeld. En ja, voor de rest, daar ligt eentje te slapen. En Jordi zit daar in zijn natuurlijke habitat. En daar staat de water, staat zeg maar de koeler aan. Dus het blaast lekker koele lucht hierin. Dus we komen de warmte zo wel door. Trouwens, als jullie Liam zien, hij is helemaal dik qua oog, maar hij is hier. Is hij gestoken. En hij is hier aan de zijkant gestoken. Dus hij heeft een beetje een dik gezicht. Dus de muggen vinden hem lekker, denk ik. Als jullie al weten, is Liam niet helemaal lekker. Jordi is ook niet helemaal super lekker. Dus meestal wat we dan doen, is zorgen dat de kindjes iets krijgen wat ze eigenlijk altijd wel lekker vinden. En in dit geval zijn het poffertjes. Liam heeft nog niet zoveel trek, dus die eet dadelijk. En ik zet dadelijk ook nog even wat watermeloen op tafel, zodat hij in ieder geval iets kan drinken. Of kan eten en vocht binnen krijgt. Dus ja, dat is wat ik eigenlijk doe. En sowieso met dit weer. Wie heeft er nou honger met dit weer? Ja, ik in ieder geval. Wij gingen eigenlijk soep met stokbroodje eten. Ja, maar ik had nog van allerlei salades. Dus we hebben soep laten zitten. Ja, dus we zeiden we hebben geen zin om te koken. We weten dit. Liam die ligt al te slapen. Jordi en Sam liggen net op bed. Wij gaan dit heel eventjes eten. Daarna ga ik nog even planten verpoten. Eindresultaat daarvan zie je in de volgende vlog. En ja, voor de rest moet ik nog dingetjes doen. We blijven heel eventjes aankijken hoe het gaat met de kids. En anders dan blijven ze morgen thuis. Maar het is zoals het is. Maar wat we wel gaan doen is afsluiten. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.